Welkom iedereen. Ik ga een korte uiteenzetting doen van hoe de avond eruit ziet. We zullen eerst kleine interventies doen, waarbij dat we eigenlijk kijken naar de geschiedenis van Brazilië, van waar we komen en dan hoe Brazilië vandaag is onder Bolsonaro, een president waar heel veel over verteld wordt. En die zelf ook heel veel vertelt. Dus daarover gaan we een aspect bekijken. En dan kijken we ook naar het landbouwsysteem. We herinneren ons allemaal de branden in de Amazone die afgelopen zomer. Maar deze zijn eigenlijk nog altijd aan de hand. De vernietiging van de Amazone en de Cerrado blijft heel acuut en heel gevaarlijk te zijn. Maar ondanks alle negatieve verhalen kunnen we ook positieve verhalen capteren uit de Braziliaanse kwestie. En die gaat een vrijwilligster bij Wervel, Anneleen Vos, een beetje uit de doeken doen. Dan gaan we vervolgens een korte reflectie maken naar het macroniveau over wat is voedsel eigenlijk als politiek gegeven. Dat wordt gegeven door Guy Goris, hoofdredacteur van Mol. Tot binnenkort, of tot, ik weet niet wat al afgelopen is of niet. Maar ja, alvast heel hard bedankt aan alle deelnemers om actief te zijn voor hun bijdrages. Als derde deel gaan we dan eigenlijk een beetje reflecties van op het boek van Luc bekijken, uit de doeken doen. Want eigenlijk het boek, ik ga Luc dat zelf ook laten vertellen van wat het eigenlijk is voor een boek. Het is geen gewoon boek, het is eigenlijk een reflectieboek. En dan tenslotte gaan we kijken wat dat we als Belgen, Vlamingen, Europeanen kunnen doen rondom Brazilië. Of dat we iets aan moeten doen, wat we kunnen doen en hoe dat het loopt. Ik ga eventjes het woord geven aan Luc over het waarom en het wat van het boek. Dank u wel. Misschien even zeggen, het is eigenlijk een tweeluik. 4 jaar geleden is dit verschenen, Vergetene Wees Mijn Gemeenschap, en nu dit. Het zijn twee keren boeken die niet gepland zijn en die ik eigenlijk eerst niet wou, maar die de uitgever absoluut wou. En het eerste boek is een bundeling van interviews die ik de laatste 30 jaar genomen heb met inspirerende mensen, bijvoorbeeld Leonardo Boff, Fernando Cardenal, Yvonne Guebara, Bernard Beret enzovoort. En nu kwam die uitgever terug af van: allee, zegt hem, je bent 20 jaar naar Brazilië aan het gaan. Je hebt daar heel wat meegemaakt. Kunnen we niet een boek uitgeven met een interview met u, maar ook met uit de 10 boeken die je gepubliceerd hebt in die 20 jaar een kort hoofdstukje? Dat is zo'n beetje het idee geweest van dit boek. Voilà, meer moet je er niet over zeggen. Super bedankt. Ja, het is een boek waar dat eigenlijk heel veel teruggekeken wordt in de afgelopen 20 jaar. Maar natuurlijk, de geschiedenis is niet 20 jaar geleden begonnen. Ondanks het boek van The End of History, de geschiedenis al langer terug in de tijd, is dat geen nieuw begin geweest. Dus we gaan eventjes naar Eduardo, die eigenlijk al 62 jaar geleden naar Brazilië is gegaan. Hoe ben je daar als Belg in de jaren 60 beland, Eduardo? Ja, dus dat is 62 jaar geleden. Ik was toen 27 jaar oud. Ik ben dus als priester naar Brazilië gekomen. Dus in een ganz ander perspectief, zou ik zeggen, als Luc. Ik heb dan gedurende 30 jaar lesgegeven in kerkgeschiedenis, maar die kerkgeschiedenis die was volledig Europees
georiënteerd in die tijd. Dus we hebben gewerkt om dat wat meer te concentreren op Latijns-Amerika. Dus daarmee kwam in ons vizier, kwam dus de oorspronkelijke bevolkingen, die wij de Indianen noemen, hè? Dan de verslaafde bevolking, de zeer grote verslaafde, de zwarten zogezegd, de Afrikanen. En dan ook de vrouwen kwamen in ons zicht zo. Dat was ook niet, dat was zeer mannelijk, zeer gericht op een mannelijke beschrijving van wat de mannen doen. Hè? Dus dat zijn onze drie punten geweest waarop wij gewerkt hebben. Ik heb daarmee gewerkt gedurende meer dan 20 jaar, 30 jaar. En dan is Luc gekomen. Dat volledig verschillend natuurlijk. Die kwam, ja, dat was voor mij toch wel een verwondering. Toen hij heel dicht bij waar ik hier woon, op een 5 kilometer, kwam ik daar aanbeland. En die vroeg mij onmiddellijk contacten met de landbouwscholen. Dat viel volledig buiten mijn perspectief. Ik had hem wel kunnen contacten geven met kerkelijke mensen, met priesters, met een bisschop of zoiets. Maar landbouwschool, dat lag volledig. Luc, die lag op volledig. Maar wat ik bij Luc gezien heb, dat was een zeer grote... Ja, die kende ik reeds. Ik was daar in 1992. Heb ik zeer zelfs een keer gelogeerd. Ik heb de eer gehad te logeren in de abdij van Averbode. Dus ik kende reeds Luc. En wij zijn dus in contact gebleven. Hè? Ik denk dat min of meer dat is wat van belang is. En wat heeft de Braziliaanse geschiedenis eigenlijk te maken met ons landbouwbestel? Nou, alles. Alles. Vertel. De naam Brazilië. Brazil, dat was een soort goud. De schors van de goud. Dat kon dienen om stoffen, om klederen te kleuren. En het eerste wat de Portugese invasies, of boeven, of ik weet niet wat allemaal, hier hebben gedaan, dat is in hun karvelen dit goud naar Ginter te brengen. Ze hebben dan ook de naam veranderd, dat was Terra da Santa Cruz, het land van het Heilige Kruis, werd onmiddellijk genoemd Brazilië, Brazil dus. Dus dat is een symbool van gans de geschiedenis. Brazilië is nooit bestaan geweest voor het jaar 1930. Heb je de eerste intellectuelen die beginnen Brazilië uit te leggen. Dus Brazilië is nooit bestaan geweest tenzij een exportterritorium voor belangen van Portugal en dan sinds de 18e eeuw van Engeland. En dan later ook natuurlijk voor multinationaal. Brazilië heeft ook dat identiteit niet, hè? Tot nu toe niet, hè? Van het land dat zo'n soort, ik zou zeggen, nogal de sporenslag heeft gedaan. En zijn eigen identiteit heeft ontdekt. Hè? Nou, in het jaar 19, dat is misschien interessant dat te zeggen, in het jaar 1930, rond de jaren 1930, heb je dus verschillende intellectuelen die het land pogen uit te leggen. Een van de meest geniale, zou ik zeggen, dat was Gilberto Freire, herenhuis en slavenhuis. Dus het is de eerste maal dat men dat gevisualiseerd heeft. He. Dus Casa Grande en Senzala. Dat was een zeer mooi beeld, zeer mooi geschreven. In het jaar 1937 uitgekomen. Maar dan kwam Gilberto Freire voor de pinnen met de zogezegde raciale democratie. Hij had dus in de Verenigde Staten gestudeerd en daar had hij het raciaal probleem gezien en dan heeft hij geschreven, Brazilië bestaat dat niet. Brazilië heeft dus een raciale democratie. En dat, die wordt verwerkelijkt door de mestissage, door de vermenging van rassen. Wij zijn nog blank, nog zwart. Wij zijn mestis. Wij zijn het grootste mestiesland van de wereld.
En wij zijn dus raciaal gezien broeders en zusters onder elkaar. Hè. Tegelijkertijd heb je in São Paulo, de voornaamste universiteit tot nu toe van Brazilië, de USP, Universidade de São Paulo, heb je daar de vader van Chico Buarque de Holanda, Sergio Buarque de Holanda, die heeft ook zijn interpretatie gegeven van Brazilië als zijnde een land waar de omen cordiaal woont. Dus daar is de mens is cordiaal, de cordialiteit waarmee dan de problemen kan dus oplossen. De cordiale wereld. He. Wat bedoelt u daarmee met cordiaal? Brazilianen zijn dus zogezegd systematisch cordiaal. Hartelijke mensen, het hart. Coração, het hart, hè? Ja, het hart, ja. Coração, ja. Dat is de tweede uitleg. Je hebt dan Caio Prado Junior, heeft dan een marxistische interpretatie gegeven van Brazilië, maar ook zeer sterk gericht op het idee van de ontwikkeling. Brazilië was zo gezegd, dat is een thema dat de laatste, moet ik zeggen, 50 jaar of 60 jaar, gans de interpretatie van Brazilië beheerst, namelijk het idee, Brazilië is een, om het een beetje mooi te zeggen, een land in ontwikkeling. Een beetje minder mooi, een onderontwikkeld land. Een land dat moet ontwikkeld worden. Nu, die ontwikkeling, dat is werkelijk gebeurd. Hé. Er is veel meer banen en vliegtuigen, reizen en alle soorten dingen. Hé. Maar men vergat heel eenvoudig de 80%. Die deden niet mee. Die waren vergeten, die bestond eigenlijk niet. Nog in de analyse van Sergio Buarque de Holanda, nog in die van Caio Prado, nog in de andere, zou ik zeggen, tot nu toe. Hé, het is maar alleen, Luc weet dat goed, hé. Alleen José Sousa, die 2 jaar geleden dat opwierp, dat thema van de slavernij. Dus, hé. Ja. Ik weet niet of dat allemaal nogal... En de slavernij, was dat gerelateerd aan het landbouwbestel? Wat blieft u? De slavernij, was dat gerelateerd aan het landbouwbestel? Waarom en wat, zegt u? De slavernij, was die gekoppeld aan, het land, aan de landbouw? Ja, natuurlijk. En, ja. Natuurlijk. En voor de export? Een van die zinnen van Luc die ik zeer interessant vind. In Europa weet men niet goed van waar het veevoeder komt. En in Brazilië weet men niet goed waarvan al die immense landen, die immense streken vol soja en waar dat voor dient. Dus ja. Nee, die band, dat is natuurlijk wel wat Luc heeft komen brengen, voor mij tenminste, dat ik meer verstaan heb. Zo, die band werd die verstaan. Nee. Het is vandaag ook een zware epidemie van corona in Brazilië. En eigenlijk gaat dat al lang terug in de tijd van bacteriële infecties, virale infecties. In de voorbereidingen heb je het zelf over bacteriële en virale oorlogen. Wat bedoelt u daarmee? Ja, het woordje oorlog misschien is een beetje sterk gezegd. Hé. Maar ik zal beginnen met een analyse wat ik gelezen heb in Opens Peru. Hé. Dus Peru, de Inca-cultuur, die had een goede archieven. Die tekenden op wat allemaal het gebeuren was. Maar nu in het archief van de Peru vind je een informatie over een onbekende ziekte. Want nu, die ziekte was daar 2 jaar voor de Spanjaarden toekwamen. Dus er is een invasie geweest, niet alleen van mensen, maar ook van bacteriën. Nog een ander dat ik gezien heb in mijn lezingen over de eerste Jezuïten, die kwamen in een dorp en de dag erop, alle mensen hadden conjunctivitis.
Dus, en de, men, en de paters dachten dat het de emotie was, omdat het woord van God was gekomen. Hè. Dus een zeer rappe voortzetting van alle ziekten die de Europeanen meebrachten. Men zegt hier ook om te lachen. Om de, Europa heeft de Brazilië geciviliseerd en gesyfiliseerd. Geciviliseerd en gesyfiliseerd. De syfilis binnengebracht. Die mensen waren zeer gevoelig, want die leefden op grote afstand de ene van de andere. Het is een hele complexe maatschappij, hè? Mm-hmm. Yeah. Volledig verschillend van de Europese natuurlijk. Yeah. En die mensen waren zeer gevoelig aan bacteriën en virussen die van buiten kwamen. Tot nu toe dus, hè? Yeah. Als je nu ziet dat 13% van Braziliaanse grond door indianen, zogezegd indianen, wordt bewoond. En dan zegt Bolsonaro, ja, die mensen, die zijn daar nutteloos. Een groot stuk land zo voor een groepje van 120 mensen. Nee? Dus die hadden veel land nodig, hè, om te kunnen leven. Dat was het 50 kilometer tenminste afstand waar ze hun eigen bronnen hadden van voeding en van vissen en van op jacht gaan, hè, en zich te onderhouden. En bedankt, Eduardo, voor de interessante historische aanloop om uiteindelijk in het heden aan te komen. Brazilië van Bolsonaro, Brazilië van de Amazonebranden, die al langer meegaan natuurlijk. En Brazilië van de corona. Livia, jij komt net uit Brazilië. Yeah. Hoe was het daar en wie ben jij? Ik krijg daar geluid niet op gezet. Nee. Dus is de, kom niet door. Door. Livia, uw geluid opzetten. Ja, ze is aan het zoeken, denk ik. Ja, dus dat is altijd een beetje het nadeel aan... Kan haar toezet niet aanzetten? Nee, ik kan dat niet aanzetten, hè. Of wacht. Misschien... Door, Livia. Om het proberen. Ja, nu is het gelukt. Perfect. Dag, Livia. Ja, nu is het. Ja. Okay. Goed. Perfect. Goedenavond. Goedenavond. Ja, inderdaad. Ik ben Jasper Roeg van Brazilië. Dus ik ben eigenlijk Braziliaan. En ik woon hier in België al lang, 13 jaar. En na 5 jaar dat ik niet naar Brazilië ben geweest, ik ben eindelijk gegaan. Ik ben vrijwillig bij Wervel. Eigenlijk, ik ben iemand die totaal niks wist van de ontbossing in de Cerrado, van de belangen van de Cerrado. En dan 8-9 jaar geleden, ik heb de boek van Luc gelezen. Dat was toen de... Nu, ik heb al de boek gelezen eigenlijk, maar was toen de Europa en Brazilië in fragmenten. En dat was een open mind voor mij om alles te lezen en bewust te zijn wat was daar allemaal aan te gebeuren. En daarom ben ik dan vrijwillig begonnen bij Wervel. Zelfs dat professioneel gezien, ik heb niks meer te maken met die vak. Maar bon, ik vond wel de moeite om iets te doen, of iets proberen te doen. En ik ben heel blij dat ik ben gedaan. Want ik denk dat we toch iets kunnen in actie schieten. Maar het is wel triestig om te zien, de Brazilië van vandaag. Ik moet zeggen dat ik was... heel zelfs emotioneel om te zien dit de zo achteruit gegaan naar zoveel vooruit geboekt dat we hadden in de tijd van Lula, hè, laten we zeggen, met onderwijs, cultuur en gezondheidszorgen. En als we kijken nu, is de ontbossing is hoger en hoger en
is compleet kapot om te maken met onderwijs en cultuur, gezondheidszorg. En dat is eigenlijk dat is mijn kant. Hè. En dus Bolsonaro is dat wist we. Eigenlijk is iemand die voor de elite daar staat. Voor de mensen die altijd in de regering van Brazilië de power, de macht hadden. Dat zijn de mensen van de BBB. Né? Misschien Luc kan beter uitleggen wat zijn de bancade BBB. Biblia is de evangelische kerken die heel conservatief zijn. Bala is het belang van de wapenindustrie en ja, parlementaire die eigenlijk voor de bewapening instaan. En ten derde, Boy, het rund als symbool van de agrobusiness. En die drie hebben de macht in de parlementen. Altijd gehad. En ja, we hebben toch een beetje vooruit kunnen gaan. Een paar jaar geleden, maar ja, sinds Temer en Bolsonaro, dat is allemaal kapot om te gaan. En die mensen, ze hebben meer en meer de macht. En ze kunnen... Ze hebben een vrij terrein nu met Bolsonaro, denk ik. Het is iemand die heel discrimineren tegen de Indianen, tegen de criminaliseren van de sociale beweging. Dat is wel triestig als ik kijk naar Brazilië nu. En plus die pandemie. Ja, ik ben wel bezorgd over hoe gaat dat zijn. Ik probeer positief. Ik ben iemand, ik was heel positief, maar de situatie nu maakt me heel bezorgd. Dus elke dag dat ik was daar in Brazilië, als je de nieuws kijkt of als je de informatie probeert te krijgen, is altijd iets absurd dat gebeurt in de regering van Bolsonaro. Het is niet gemakkelijk te verstaan, hè? Niet gemakkelijk, hè? Het is niet eenvoudig. Nee. Te verstaan wat er in Brazilië gebeurt is niet. Nee, zo... dat is totaal niet eenvoudig. Inderdaad, inderdaad. Ik heb mensen van mijn familie die Bolsonaro hebben gestemd. Mensen die ik ken heel goed. Ik weet dat goede mensen zijn. Mensen die maatschappelijk bezig zijn. En toch, ze geven... Ze beloven dat Bolsonaro toch iemand is die niet met de corruptie bezig is. Iemand die niks mee te maken heeft met de milities. Misschien, ik weet niet of jullie weten wat de milities zijn, maar is iets heel verkeerd dat gebeurt in Brazilië met de politie en zo. Dus ja. Wat meer over praten later. Maar het gaat over een kwetsuur, hè? Een kwetsuur. In het onderbewustzijn van de mensen, ergens een kwetsuur binnen heeft zich gereveleerd. Die werd altijd weggestoken gedurende de geschiedenis. Maar mm-hmm. Met Bolsonaro is die kwetsuur als het ware open gekomen. Niet dat die dan open gekomen, maar gereveleerd dat er een kwetsuur staat in Brazilië. Die zijn gekwetste mensen, hè? Dat zijn geen slechte mensen, dat zijn gekwetste mensen. Ja, ja. Laat ik er heel veel praten laten. Ja. Waar is die kwetsuur ontstaan? Dan. De kwetsuur is ontstaan in het slavenschip. Ja. Dus Luc spreekt over kruisende schepen in de nacht. Maar we hebben kruisende schepen dag en nacht gehad gedurende 3 eeuwen. Er zijn hier zowat 4 miljoen mensen in een onmogelijke toestanden. Men kan dat niet inbeelden wat dat was. Overgescheept uit verschillende streken van Afrika naar Brazilië. En die mensen waren volledig wanhopig. Maar was één punt die in het schip... was de orisha, de heilige van de godheid van hun moederland, kwam mee. Dus de candomblé, dat,
Weet je wat candomblé is? Dat de godsdienst van Afro-Braziliaanse godsdienst is niet geboren in Afrika. En ook niet geboren in Brazilië, maar in het schap, in het slavenschip. En dat is juist de kwestie dat die mensen gedurende zoveel tijd werden gebruikt. En nog altijd, als je dat ziet bijvoorbeeld, wat erachter staat van Georges Fjord. Fjord, is zijn naam niet zo? Ooit. Om je knie daar 7 minuten op die mensen zijn hals tot hij dood is, daar zit meer dan politie. Daar zit iets in. Een gevoel zo van ongemak. Het gaat niet, er is iets verkeerd. En dat wordt dan geprojecteerd in een vorm van racisme en van vijandigheid. Maar eigenlijk, die mensen weten wel ergens in hun ziel dat het iets verkeerd zit. Zeer diep. Er wordt praktisch nooit uitgesproken. Hè? Ja. Livia, inderdaad, vandaag is er eigenlijk heel veel te doen over gans de wereld met sociale bewegingen. De Black Lives Matters beweging is welertierend in Europa, de VS. Sociale onrust in Brazilië is er vandaag. En hoe manifesteert die zich? Ja, ze is wel sociaal ongerust nu tegenwoordig in Brazilië. Allee, dat is mijn gevoel. Ja, protesteren. Dat is een protest dat mensen die in lockdown zitten, dat mensen die ik ken, ze zijn met die panelen, met die dingen. Ze, maar ja, dat is moeilijk. Hè? Dat is moeilijk. En dat is ook niet de tijd om te protesteren. Maar de indruk dat ik heb, is de sociale beweging en ze gaan niet laten doen. Ik ben zeker dat de mensen daar wel blijven vechten en protesteren. Ze gaan niet zomaar accepteren, aanvaarden al die vuiligheid. Allee, dat hoop ik. Want dat is dat is niet aanvaardbaar. Gewoon. Ja. Dus ik denk dat ze... zeker. Ik ben bang eigenlijk dat iets meer met geweld en violentie gaat gebeuren in Brazilië. Ik vrees daarvoor eigenlijk. Ja. Ik weet niet, wat is de indruk van Eduardo? Ja, men mag nooit vergeten dat Bolsonaro 30% geeft. En dat dat niet vermindert. Het is dus niet zo eenvoudig. En de linkse bewegingen die dus, als het ware, met de PT aan de macht gekomen waren, hebben helemaal niet verstaan wat er aan het gebeuren is. Hè? Men heeft gezegd, Bolsonaro is een dwaze, Bolsonaro is een... En men heeft dan alles op Bolsonaro gestoken en dat is allemaal niet waar. Bolsonaro heeft een bepaalde manier om de wereld te zien. En dat is juist voor ons een enigma, dus een raadsel. Hoe ziet hij de wereld? Sociaal. Hoe ziet hij de wereld? En al die mensen die achter hem staan, tenslotte zien ook die wereld min of meer zo. Arthur, mag ik daar een woordje over zeggen? Ja, zeg maar door. Ja? Kijk, dus de wereld... in de wereld zijn er ongekende krachten aan de macht. We kennen ze niet goed. Maar die krachten, die willen het christendom wegkrijgen. Dus het christendom, echte christendom... moet weg. En deze ongekende machten,
doen het vizier niet af. We kennen ze niet, maar we moeten er tegen strijden. Maar we kunnen wel eigenlijk fenomenen zien. Bijvoorbeeld huwelijken van gay of de, we spreken over abortie. Al zo'n ding die de familie kapot maken. Hè? Ja. Daarom dat wij veel moeten bidden om dus terug het christendom te redden in Brazilië. Zoveel mensen die zien dat niet in. Het is min of meer dat zo. Hè? En Bolsonaro is werkelijk Messias. Ja. En Bolsonaro die verwijt Europa vaak een vorm van neocolonialisme als we kritiek geven op zijn beleid. Is Europa of het Westen in staat om kritiek te geven? Of is het inderdaad beter? We hebben wij geen recht van spreken. Ja, het is als water op een gans. Dat valt eraf. Want ze zijn allemaal van die geheime krachten die hem willen. Dus goddeloze krachten die onze gezout van God willen. Alles is leugen voor hem. Dat is allemaal leugens. Hij is de man die gezonden is door God om Brazilië voor het ogenblik in de goede baan te leiden. Het is moeilijk om te verstaan omdat het eigenlijk zo eenvoudig is. He. Het is een eenvoudige, zeer simplistisch gezien van de wereld. Huh? Livia, heb jij daar nog reflecties op? We zijn de hele tijd aan het denken over dat zo heel winkels, maar ik zal nog één ding zeggen, dat we moeten niet vergeten dat Bolsonaro een ex-militair is. Hè? En hij heeft echt een militair mentaliteit. Ik kan dat zeggen, want mijn papa is ook militair. Dus, En die verwijten naar Europa, dat is typisch. Hè? Dat als iemand zegt iets over wat we zijn daar in Brazilië aan te doen, ah nee, ze willen. En langs de andere kant, ze verkopen Brazilië wel. Dat begrijp ik niet. Ja, er zijn twee zaken. Hè? Wat er gebeurt, wat er werkelijk gebeurt, en wat met mensen zich inbeelden dat er gebeurt. Ik sprak juist over de inbeelding, zoals het verhaal, zou ik zeggen, die de mensen. 30% van de Brazilianen volgen. Hè? Een andere is hetgeen echt gebeurd. Het is een crimineel. Het is een criminele man. En hij is omringd door criminelen. Dat is de werkelijkheid. En de Braziliaanse leger is crimineel. Ze hebben praktisch. Dat gaat sinds de 19e eeuw. Alle interventies van de militairen zijn juist om Brazilië, om een bepaalde elite aan de macht te laten en het volk heel eenvoudig terug naar de slavenhutten te brengen. Hè? Dus heel eenvoudig, als je ziet wat ze noemen de Republiek, dat is een staatsgreep geweest van de militairen. Dan de tijd van Getúlio Vargas. Dan 1964 de staatsgreep, dat was expliciet. Maar deze staatsgreep nu, dat is een dagelijkse staatsgreep. En binnen de wet, natuurlijk. Binnen de wet. Al wat hij doet, is binnen de wet. Ja. Luc, we hebben nu contextschepping gezien van hoe de Brazilië er vandaag uitziet. Brazilië lijkt ver weg. We moeten er een oceaan voor oversteken. Maar jij hebt eigenlijk gedurende je volledige of afgelopen 20 jaar eigenlijk de link tussen Europa en Brazilië in de verf gezet. En dan meer bepaald in het voedselsysteem. Wil je daar een korte toelichting bij doen? Heel kort zeggen, Eduardo had het over economische cyclus. Die begon met Pau Brasil, het Brazilhout. Dan de rietsuiker, dat nog altijd doorloopt met ethanol en zo. Dan heb je de rush naar goud gehad. Allemaal in functie van Europa ook. Dan de koffie in de 19e eeuw, daar is São Paulo heel groot door geworden.
En dan heel het soja-verhaal. Je verwacht dat ik daarover heb. Hè? Ja. Maar dan moeten we eerst even ook in de geschiedenis gaan van Europa. Wij hebben in 1957 het verdrag van Rome gehad voor de EEG van toen. En dan in 1968 het plan Mansholt, het eerste gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar daartussenin zit de Dillon-ronde van de GATT, de voorloper van de Wereldhandelsorganisatie. En in 1962 is er een deal gekomen tussen de Verenigde Staten en Europa. Van oké, wij willen eigenlijk niet dat jij je landbouw gaat beschermen in Europa, wij Amerikanen. Maar je mocht dat doen op voorwaarde dat onze oliehoudende zaden mogen binnenkomen zonder tarieven en zonder quotum. Er werd niet over soja gesproken, laat staan over sojaschroot, waar men nu vooral over heeft. We mogen blij zijn dat onze varkens dat sojaschroot opeten. Nu, in ieder geval, vanaf 1962 zijn wij afhankelijk geworden van overzeese soja. In 1973 was er niet alleen een energiecrisis, maar ook een graancrisis. Heel de Mississippi-vallei, waar vooral soja en maïs en zo geteeld wordt, en katoen, die was overstroomd. En tegelijkertijd vroegen de Russen heel veel tarwe op de wereldmarkt. En de Amerikanen stopten ineens met soja te exporteren, terwijl wij in Europa met ons landbouwmodel verslaafd waren aan de soja. En de Braziliaanse militaire dictatuur, die in 1964 is begonnen, die heeft dat goed gezien. En die heeft in hetzelfde jaar, 1973, Embrapa opgericht. Dat is vergelijkbaar met het Vlaamse ILVO, Instituut voor Landbouw en Visserij. En de eerste toepassing waar ze rond gewerkt hebben, is het sojaverhaal. En vooral hoe gaan we de soja kunnen planten in de Cerrado. Dat is een heel programma dat in 1973 is begonnen. Want de groene revolutie is al in de jaren 60 begonnen. Onder andere vanuit het Rockefeller Instituut en anderen. En de carrochef in het Portugees, de locomotief van die groene revolutie die heel zwart heeft uitgepakt in Brazilië, is begonnen in het zuiden, in Rio Grande do Sul. En is dan met de gaúchos, met de bewoners van het zuiden, meegetrokken richting Santa Catarina, Paraná, en zo hoger, Mato Grosso, en nu in heel Brazilië, zitten de gaúchos met hun soja. Om het ook te begrijpen, moeten we weten dat er een enorm conflict is tussen ongeveer 4 miljoen familiale kleine boeren en dan enkele tienduizenden heel grootschalige exportgerichte landbouwbedrijven. En dan nog eens de 4 miljoen landlosgemaakte boeren. Dus door heel die geschiedenis van de jaren 60, 70 zijn miljoenen mensen ofwel naar favelas getrokken, zoals in Rio de Janeiro en zo, maar anderen zijn verleid door de dictatuur om in het Amazonegebied gaan te ontbossen en daar dan te beginnen met bijvoorbeeld soja. Ja, ik zal er ook veel meer kunnen over zeggen, maar ik zal het hierbij laten, denk ik. Misschien nog een interessante opmerking, want Groene Revolutie, kun je dat even toelichten wat dat was, precies? Wel, die heeft hier en daar wel zijn verdiensten. Dat was eigenlijk om zogezegd de honger in de wereld op te lossen. Maar in Brazilië heeft men alleszins vooral op veevoeders ingezet. Hè. En trouwens wereldwijd een enorm areaal van ons landbouwareaal is voor de veevoeding, soja en maïs. Ik heb er al veel over geschreven. We hebben eigenlijk veel meer andere eiwitbronnen dan alleen maar soja. Ik ben absoluut niet tegen soja als plant of ook niet tegen maïs. Het zijn twee heilige planten, al 5000 jaar in China, die is soja. En de maïs is een heilige plant voor de Maya's, al duizenden jaren. Maar het is een internationaal pervers systeem. Ja, Maya, wat dat we Inca ook, hè. Ook Inca, hè. Wat lief? De maïs, ook Inca. Ja, ja, tuurlijk, ja. Maya, Inca, heel de Andesstreek. Ja. Dat was allemaal maïs, ja. Dat is voor hen een heilige plant, hè. Maar zoals het uitpakt, allee, ik ben zoon van een veearts, ik heb dat zien opkomen in de jaren 60. Vanaf dat die soja binnenkwam via de havens, zijn we ook begonnen met maïs te zetten. Wij konden geen soja zetten. Nu, de laatste jaren, dat is begonnen met Chris Peters in de Vlaamse regering, is er heel veel geld gestoken, onderzoek, om te zien of wij toch soja kunnen zetten.
Dus ook Vlaanderen denkt nu dat ze soja moeten gaan zetten. Als afwisseling van maïs een beetje. Hè. Was afgelopen weken terug in de actualiteit. In verband met de EU-Mercosur-onderhandelingen. Nu, die zijn dus geratificeerd worden door de regionale parlementen. Het Waals parlement en het Brussels parlement staat er wat weigerachtig over. Maar wat houdt dat eigenlijk in, het EU-Mercosur-akkoord? Ja, daar is 20 jaar over onderhandeld. Het is heel cynisch, uitgerekend nu met Bolsonaro. Enkele maanden later was daar rond die onderhandelingen. Dus het is nu binnen enkele dagen, de 28e, een jaar geleden, dat die onderhandeling afgerond is en naar buiten gekomen. En nu is heel dat proces bezig van die ratificering. Er zijn landen zoals Nederland die er altijd voor zijn geweest, maar zelfs het Nederlands parlement heeft vorige week is er tegen nu op dit moment. Dus het wordt wel heel moeilijk. Ja, de soja valt daar buiten, want die komt al sinds 1962 zonder tarieven en quotum binnen. Maar het gaat voor de Brazilianen vooral over rundvlees. Bijvoorbeeld, ik denk 99.000 ton, dat dan extra kan binnenkomen in Europa, wat een groot probleem gaat zijn voor de rundveehouders hier, die daar grote schrik van hebben. En het is belangrijk voor Europa, voor export van auto's, bijvoorbeeld daarom dat Duitsland er zo voor is. Dus de motor van de Duitse economie zijn auto's en machines en zo. Maar ook chemie. Al de chemie die gebruikt wordt in Brazilië is eigenlijk van Europese en Amerikaanse bedrijven. Hè. Dus daarover gaat het eigenlijk. Er valt nog veel meer over te zeggen. Maar we zijn ons aan het organiseren op Belgisch en Europees vlak om daar serieus tegen in te gaan. Ja, dat is belangrijk, hè. Want weet je hoe dat er in de Vlaamse parlementsleden, regeringspartijen, erover gedacht wordt? Ik vermoed dat ze nogal... N-VA is alleszins pro. Open VLD ook. Van CD&V weet ik het zo niet. Dus, dankjewel, Luc. Het is een beetje een negatief verhaal, jammer genoeg. Maar het is ook belangrijk om positieve verhalen te vertellen die soms in de kiem liggen van de grotere verhalen. En daar komt Anneleen bij te kijken. Je bent vrijwilliger bij Wervel voor de Cerrado. Wat is de Cerrado precies? De Cerrado is eigenlijk, het is al een paar keer gevallen en de meeste van jullie hebben er misschien al wel van gehoord, maar ook heel veel mensen helemaal niet. Ja, iedereen kent de Amazone, maar de Cerrado is ook een enorm ecosysteem dat eigenlijk 1/4 van heel het Braziliaanse grondgebied omvat. Dus 70 keer zo groot als België, echt wel een enorm gebied. Met een soort savannevegetatie, maar een enorme rijkdom aan fauna en flora en meer dan 10.000 plantensoorten. En die dus ook echt in snel tempo ontbost worden. Er is nu al bijna de helft van de oorspronkelijke vegetatie ontbost. En die is eigenlijk ook, die vegetatie is eigenlijk ook heel belangrijk bijvoorbeeld voor het water. Dus die typische struiken en bomen die daar staan, die hebben heel diepe wortels die eigenlijk zorgen voor infiltratie van water. En dat kan worden opgenomen. En dus dat heeft al nu al gevolgen ook voor bijvoorbeeld steden gelijk Brasilia, die heel vaak te kampen hebben met watertekorten enzovoort. Er is natuurlijk ook een inheemse bevolking daar, die daar vanaf ziet en die hun gronden ontnomen worden. En die dan ook nog eens door het grootschalig gebruik van pesticiden in al die monoculturen ook daar nog eens een negatieve gezondheidsgevolgen van ondervinden. Dat is zo wat het grote plaatje, denk ik. We hebben dus als Cerrado vrijwilligersgroep ook een folder gemaakt. Ik kan het misschien heel even laten zien. Jij moet mij toelaten om mijn scherm te doen. Ja. Nu lukt het denk ik wel. Dus dat is bijvoorbeeld de folder. Ik weet niet of je hem helemaal kunt zien.
Dus dat zijn een van de dingen die wij ook doen als de groep hier in België, om te proberen mensen de Cerrado te laten leren kennen en een beetje verspreiding hiervan te doen. Voilà, dus dat kunnen we ook nog naar de deelnemers sturen. Jullie hebben ook een film gemaakt, hè, vanuit Wervel, Benatera. Ja, voilà. Dus ik kan misschien, om de positieve verhalen ook wat te vertellen. Dus ik ben zelf 2 jaar geleden 3 maanden in Brazilië geweest. Om eigenlijk via contacten van Luc ook, mensen die hij kent, om vrijwilligerswerk te doen op boerderijen die familiale boerderijen zijn, kleinschalig en op agro-ecologische manier werken. En dus een van die boerderijen is Benatera. Dat is eigenlijk een Belgische jonge vrouw die daarmee in Brazilië getrouwd is. En zij zijn ondertussen nu wel in België en zij heeft inderdaad ook een film gemaakt die we denk ik al 1 of meerdere keren hebben gescreend, maar die nog wel ook in de toekomst terug gaat gescreend worden en waarin ze de problematiek ook laat zien en ook van de boeren rondom haar boerderij daar. Ik heb ook een fotootje, wacht hoor. Ja, dus je ziet eigenlijk ook, dit is op haar boerderij getrokken, maar dat is de buurman. Dus je ziet ook altijd direct, je hebt die enorme velden van monoculturen en dan heb je zo, gelijk Luc het ook al heeft beschreven, oases of kleine paradijzen van meer agro-ecologische systemen, zoals dit hier van Benatera, van Louise en Diogo. En zij werken ook als een CSA, dus Community Supported Agriculture. Zij zitten niet zo ver op een uurtje rijden van Brazilië. Zij hebben daar dus een deel mensen die je op de foto ziet, die zij co-agricultores noemen. Dus dat zijn eigenlijk gewoon mensen die in Brazilië wonen, maar die mee investeren in de boerderij en die dan wekelijks hun groenten en fruit krijgen. Dat wordt dan ook geleverd in Brazilië in bepaalde punten in de stad. En zij zijn net begonnen, dus zij zijn zelf maar aan het experimenteren met die agro-ecologische manier van werken, divers teelten en hoe dat best marcheert. En dan ook hoe dat ze als groep samenwerken. Dus als ik daar was, is er ook een meeting geweest met al die mensen. En dan hebben ze besproken, hoe pakken we de financiën aan? Allee, dat wordt allemaal heel open en participatief gedaan. Dus dat was wel heel... En is dat een uniek verhaal? Of zie je meerdere van dat? Ja, er zijn dus wel... hoeveel juist, dat weet ik niet. Maar dat is denk ik wel iets wat groeit. En ik zou ook bijvoorbeeld... Ja, ook bij hen in de buurt heb je... eigenlijk rondom rond ook een heel groot aantal van die boeren die eigenlijk vroeger landloos waren. Dus dat is een soort programma van de overheid dat die voor een heel aantal tijd een stuk grond krijgen. En die waren in het begin ook met conventionele methoden, wel kleinschalig, maar die zijn nu de laatste jaren ook meer en meer aan het overschakelen naar agro-ecologie. Onder andere door kleine verenigingen die dan worden opgezet. Dus zij waren ook deel van een, ik weet niet meer juist de naam, een vereniging van agro-ecologische boeren en dan steunen ze elkaar en dan doen ze bijvoorbeeld, bij hen doen ze ook wekelijks gingen zij allemaal werken op 1 iemand zijn land, dus dat werd dan geroteerd afhankelijk van wie het meest nodig heeft. Dus ja, zo van die systemen van solidariteit en proberen zo die methode te groeien zijn er ook wel. En dan ben ik nog op een andere boerderij geweest, ook in Brazilië, maar meer ten noorden van de stad. En dat is eigenlijk heel, heel zot. Dus die hebben veel... Dus dit was het zo aan het begin de boerderij. Maar Sticho Alegria van Teresa en Arthur, die zijn al 30 jaar bezig op een boerderij. En het is eigenlijk een foto van hoe het eruit zag als ze er pas aankwamen. Dus niet veel bomen te zien. En dit is dan eigenlijk een foto van nadien. Dus zij hebben echt op 30 jaar tijd een heel paradijs echt wel gebouwd. Als je daar komt, is dat echt een paradijs van een aantal hectare. Dus vol bomen, verschillende teelten door elkaar. Dit is een lijst van bijvoorbeeld alle groenten en fruit. Ze hebben ook koffie, ze hebben heel veel verschillende dingen dat zij naar de markt te brengen. Dus zij zijn geen CSA, maar zij verkopen op de lokale markten. En ook, ze proberen ook wel een systeem van bestellingen en zo te doen. En zij zitten ook weer in een groep van bij hun in de buurt, allemaal agro-ecologische boeren. En ze proberen ook elkaar te ondersteunen. Dus ja, dat is ook nog op hun boerderij. Dit is ook bijvoorbeeld, ik ken er niet veel van hoor, maar dan
verschillende soorten die tussen de bomen staan. Je ziet daar de bananenplanten. Daar is zo geen... Dat was de eerste boerderij die ik eigenlijk zag, waar je niet duidelijk ziet van dit is... Allee, ze hebben ook wel een paar zo'n rijtjes met verschillende dingen, maar ook echt zo'n mix van dingen. Maar super mooi om te zien, ja. Dat is dan wat hoger op de heuvel. En het ecologische en sociale gaan samen in die projecten. Ja, echt wel, ja. Dat merkt inderdaad wel... wel echt. Dus degenen waar ik ben geweest, die zijn allemaal deel van een soort vereniging. Voilà. Dus ja, dat is wel heel interessant. Ja. En dan... het andere wat ik nog wou vertellen, is eigenlijk ook iets heel positiefs aan Brazilië, wat nu jammer genoeg ook aan het achteruitgaan is. Maar ze hebben eigenlijk op vlak van voedselbeleid in de politiek... ik heb ook, toen ik in Brazilië was, was ik eigenlijk ook een studie aan het doen, voedselbeleid. En Brazilië werd daar vaak als voorbeeld gegeven. Want het is zo, we moeten meer naar multisectorieel en geïntegreerd beleid. Dus dat wil zeggen, je kijkt niet enkel naar je landbouw, maar je kijkt naar gezondheid, je kijkt naar economisch aspect en al die dingen samen. En dat had Brazilië eigenlijk. Dus die hebben sinds 2003 eigenlijk met Lula is dat dan in gang gezet, met de Fome Zero, dus het zero... nul voedsel, nul honger bedoel ik, programma. En daarin zat, inclusief in de sociale zekerheidsmechanismen van de Bolsa Familia bijvoorbeeld, zat daarin ondersteuning voor agroecologie, programma's voor water enzovoort. En dan hebben zij dat verder uitgebouwd in een systeem wat in de wet echt is verankerd, waarbij er een soort interministerieel orgaan is dat rond voedselzekerheid samenkomt. En ook een nationale raad, die dus voor 2/3 uit civil society bestaat, uit sociale bewegingen, ook ineens bevolking, en dan 1/3 overheid. En daar staat eigenlijk in de wet dat die raad aanbevelingen doet elk jaar, die komen om de 2 à 4 jaar samen, en dan moet het beleid dan opvolgen. En toen ik daar was in Brazilië, was er net zo'n vergadering van 2 jaar... Conseja heette die raad. En dan heb ik daaraan kunnen meedoen als student, omdat ik daar ook een onderzoek naar deed. En jammer genoeg is dit dus een van de eerste dingen die Bolsonaro heeft gedaan, is dat ook afgeschaft, of te proberen afschaffen. En dan denk ik, vorig jaar in mei of zoiets, dan is er veel protest tegengekomen. Ook van op internationaal vlak. Van, dit is echt een heel goed voorbeeld wereldwijd, dus gaat dat toch niet meteen afschaffen. En dan... is dat een tijdje teruggeschroefd en dan nu heb ik net nog gezien, dus in oktober is ze dan toch echt wel definitief afgeschaft, maar op nationaal vlak, maar op staatsvlak bestaat het nog wel. En ook zoals Livia ook zei, de sociale bewegingen geven wel niet zomaar op, dus diezelfde mensen hebben zich ook weer gegroepeerd en die gaan nu op autonome wijze gaan die toch nog een conferentie proberen te organiseren, dus er is een conferentie nationaal populair autonoma. Dat ze nu hebben opgezet, dus eigenlijk los van overheidssteun dan, gaan zij proberen, denk ik, nog dit jaar toch samen te komen en verder in zich te blijven doen eigenlijk. Dus, ja. En welke domeinen van voedselbeleid worden daar dan besproken? Ja, dus ik zeg het, dat gaat over van alles. Er zijn verschillende sub... Alle onderwerpen komen aan bod, dus je hebt die specifieke programma's die bijvoorbeeld agroecologie ondersteunen. Dan heb je het thema van landhervorming en toegang tot land voor de inheemse bevolking en zo. Dat komt dan ook allemaal aan bod. Ze zijn ook bezig met gezondheid, dus bijvoorbeeld gelijk denk ik Chili of een ander land heeft gedaan, van die heel duidelijke logos op verpakkingen zetten van vet en zout bijvoorbeeld. Echt alle verschillende aspecten. Komen aan bod. En nu met corona heb ik ook gezien, hebben ze toch nog wel vanuit de staat, dus niet de nationale, maar denk ik de staatsraad, nog de aanbevelingen gegeven over voedselzekerheid tijden van COVID enzovoort. Super. Wat we daarbij bij het verhaal van Anneleen en van Livia ook gehoord hebben, is eigenlijk ook het belang van het verenigen, het sociale engagement. Om dat te versterken, zowel als producenten en de boeren die zich verenigen, als ook eters en burgers die zich verenigen rondom voedsel als een hefboom, of ook
voor politiek of ook omdat het een heel belangrijk onderdeel is van het leven. Het is nodig om te eten, om te kunnen overleven. Dus politiek moet daarin spelen. Dat is ook een beetje de overtuiging van Wervel. Guy, wat zijn jouw reflecties op voedsel als politiek? Wel, er is al heel veel gezegd. Ik zal proberen van het kort samen te vatten. Want ik ben de vreemde eend, een beetje in de buiten. Het zijn allemaal Brazilië-kenners en experts. En ik ben de minst ingevoerde van het gezelschap. Maar los van Brazilië weten we dat voedsel deel geworden is van een wereldsysteem, een mondialisering, waarin alle aspecten van het leven zoveel mogelijk gemonetariseerd en geëconomiseerd geworden zijn, georganiseerd namelijk om winst op te leveren. En voedsel is daar zeker deel van geworden en dat is ook mogelijk geworden op het moment dat die toeleveringsketens internationaal georganiseerd werden. Want als je kijkt, Brazilië, of hetzelfde kan je zeggen in Congo bijvoorbeeld, mensen moeten overal eten, dat klopt, maar niet iedereen heeft de koopkracht om een heel exportgericht systeem op gang te brengen of om voldoende winst op te leveren, zodanig dat beursgenoteerde bedrijven daarin gaan investeren of dat ze daarmee willen bezig zijn. Dus je hebt een hele omkanteling gehad waar dat voedsel oorspronkelijk bedoeld was om het leven en om de gemeenschap, om mensen te onderhouden, is het eigenlijk omgekeerd en zijn hoe langer hoe meer mensen en gemeenschappen ingezet of opzij geduwd om een voedselproductie te kunnen organiseren die gericht was op de consumptie door de koopkrachtige 20% van de aardbevolking. En waar dat die koopkrachtige bevolking zich bevond, dat was op dat moment niet zo belangrijk. En zoals Luc ook al aangegeven heeft, zeker sinds de Europese gemeenschap daar ook bij betrokken geweest is, voor wat ons betreft dan, heb je ook echt een gericht beleid gekregen. Maar je ziet dat ook, en op een andere manier, in de Verenigde Staten. Zo'n wereldwijd voedselsysteem dat op economische winst en meerwaarde gericht is, dat ontstaat niet vanzelf. Daar is heel veel subsidie bij te pas gekomen. Dat is heel sterk vanuit het beleid gestuurd om die koopkrachtige consument centraal te krijgen en dus daardoor ook de winst centraal te krijgen. Het heeft ook als gevolg gehad dat voedsel, wat heel nauw en intiem verbonden geweest is altijd met natuur, met de omgeving, want je kan geen voedsel telen als de natuur niet meewerkt. En iedereen die tuiniert in Vlaanderen op dit moment weet heel goed wat droogte betekent en de zorgen om het overleven van je planten, je struiken, je voedsel dat je gezet hebt. Op het moment dat het maandenlang niet regent of dat als de regen valt, dat die meteen verdwijnt en dat je niet kan telen. Dus natuur is wezenlijk voor het voedsel. Maar in diezelfde periode van die omkering van waarde van voedsel om leven te verzekeren naar mensen die moeten zorgen voor voedsel voor de elite, zeg maar, krijg je ook een mechanisering en een technologisering van de voedselproductie, waardoor de boeren, de kleine boeren, maar ook de landarbeiders, hoe langer hoe meer gereduceerd worden tot ongeschoolde arbeidskrachten die niet kennis en gevoel voor de productie meebrengen, maar mensen die ingezet worden voor seizoensarbeid, voor heel specifieke opdrachten waarvoor ze niet geschoold moeten zijn, waarvoor dat ze ook geen kennis van boeren moeten hebben, maar waar dat ze gewoon bereid moeten zijn om voor heel lage lonen heel hard te werken gedurende een bepaalde periode in het productieproces. En dus je, die twee evoluties die vloeien samen en die drukken
vervolgens zich ook uit in een uitputting van de natuur, van de planeet, en eigenlijk een consumptiecultuur die gecreëerd wordt vervolgens wereldwijd, niet alleen in het Westen, waar het bij wijze van spreken begonnen is, maar dat wordt dan ook die cultuur van consumptie, van voorverpakt voedsel, van steeds meer eten, van steeds meer vlees te eten, waardoor dat er steeds meer veevoeder nodig is enzovoort. Die cultuur is ook gemondialiseerd, naar gelang dat de afgelopen 20, 30 jaar er een mondiale middenklasse ontstaan is in China, in India, ook in Brazilië, ook in Chili, ook in Mexico, ook in zelfs Nigeria of op andere plaatsen in Turkije, zie je dat die voedselcultuur die in het Westen ontstaan is en die ontstaan is op basis van een mondiaal voedselsysteem dat exploitatief was, zowel ten opzichte van de natuur als van de boeren of van de landbouwers, van de mensen die werken in die landbouw. Dat hele model is gemondialiseerd en door het mondialiseren botst het ook nog veel sneller op zijn grenzen, omdat het is niet houdbaar. We kunnen niet allemaal zoveel voedsel verspillen als wij in het Westen doen. We kunnen niet allemaal zoveel vlees eten. We kunnen niet allemaal verpakt voedsel eten enzovoort. Dat is voor 7 miljard mensen niet houdbaar. En ook de productiewijze is niet rechtvaardig te maken, is ook niet ecologisch duurzaam te maken. Dus we zitten op een moment dat we heel goed beseffen dat het voedselsysteem dat niet duurzaam is, dat ook niet mondialiseerbaar is als we iedereen gelijkwaardig willen bedienen. Maar dat betekent ook dat er heel sterke vragen gesteld worden, ook aan de individuele consument, zonder dat ik behoor niet tot degene die denken dat u en ik het systeem kunnen veranderen. We kunnen wel politieke druk mobiliseren, ook via de economische ketens, maar ook politiek, om te komen tot beleid dat een andere richting uit wil dan het beleid van de afgelopen 40 jaar, dat juist gericht was op die mondialisering, op die exploitatieve landbouw. Dank u. En zie je die evolutie vandaag gebeuren? Zie je een trendbreuk? De Europese Unie heeft nu ook een nieuwe farm-to-fork-strategie ontwikkeld. Agroecologie wordt meer en meer in de aandacht gebracht. Blijft dat in de niche of zie je wezenlijke verschillen, veranderingen? Ik denk dat het op dit moment nog niche is, maar ik behoor niet tot diegenen die denken dat niche onvoldoende is of fout is. Natuurlijk moet je opschalen, natuurlijk moet je het hele systeem structureel proberen te veranderen, want anders blijf je met een 5% of 10% mensen die zich engageren in een alternatief en die daardoor wel degelijk bijdragen tot verbetering. Maar als je het niet opgeschaald krijgt, dan schiet je tekort natuurlijk. Maar we zijn een beetje gepreprogrammeerd tegen de kleine groep. Wij denken dat alleen de meerderheid gelijk kan hebben of dat alleen de verandering zal komen als de meerderheid daartoe beslist. Niets is minder waar. Het hele neoliberale systeem is ons opgelegd, opgedrongen en verkocht, door mensen ook aanvaard. Niet omdat iedereen dat vond, maar omdat een kleine groep mensen daar de belangen van inzag en dat ook op een goede manier heeft kunnen op de agenda zetten. Dus voor mij is het niet zo belangrijk of die agroecologie, of dat die duurzame landbouw, die lokale korte ketens enzovoort, of dat vandaag al majoritair is. De vraag is, zijn we slim bezig om dat ook richting beleid uit te zetten? Zijn we daar communicatief juist mee bezig om te zeggen tegen mensen, dit is ook voor jou de juiste weg naar de toekomst, voor uw kinderen, voor de planeet, maar ook omdat het smaakt beter, het is duurzamer, je kan er op een andere manier mee omgaan. Maar we moeten ingaan tegen intussen ingesleten gewoontes. Hè. Mensen eten een heel jaar door zogezegd verse tomaten, zogezegd verse boontjes, van waar het die ook komen. En dus daar
moeten we ook, daar moet je tegenin gaan. Dat is niet makkelijk, maar ik denk dat daar de opdracht ligt. En daar zie ik wel hele goede stappen zetten. Ik heb zelf het gevoel, ik ben nu 40 jaar actief in zo de brede Noord-Zuid-beweging, als ik dat zo mag zeggen. En ik zie dat wel toenemen, wat vroeger heel marginaal of idealistisch genoemd werd, is toch geëvolueerd naar met wetenschap onderbouwde alternatieven, die ook door internationale instellingen, door universiteiten, door grote landbouwscholen onderschreven wordt als de juiste way forward. Dus ik denk dat er wel vooruitgang is. En ik denk dat de huidige crisis misschien ook wel een soort hefboom is. Ik heb een anderhalf maand geleden, een beetje nog in volle coronacrisis, maar fijn, voor Brazilië zitten we er nog meer dan vol in. Bij ons is het nu een beetje onder controle voorlopig, moet ik zeggen. Maar ik heb een bevraging gedaan bij mensen, organisaties in Ecuador, in Congo, in Syrië en in de Filipijnen, om te kijken van hoe ervaren zij nu de coronacrisis en wat leren ze daaruit. En de bottomline van die bevraging, dat vond ik wel opvallend, was, ik heb dat ook als titel gebruikt voor het stuk op Mo, lokaal is het nieuwe normaal. En dat was een vaststelling van organisaties die de gewoonte hebben om binnen een context van internationale solidariteit te werken. Maar die zeggen, kijk, we zijn nu gedwongen geweest om op heel lokale schaal door te werken. En eigenlijk is dit voor ons een stap vooruit. Dit is geen stap terug, het is een stap vooruit in de richting van een korte keten van mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, van het leren kennen van elkaar op lokaal vlak. Dus ik denk dat het ook voor ons op een aantal punten een soort confrontatie was met, we zijn heel lang al bezig over korte ketens, maar doen we dat ook? Of maken we gebruik van de kansen die er zijn? Ik denk dat die coronacrisis ons wat dat betreft een duw in de rug kan gegeven hebben. Of dat gelukt is, gaan we pas over een half jaar echt zien. Maar ik denk dat daar kansen in zitten, ja. Dat zijn bemoedigende woorden. Bedankt daarvoor. Eventjes teruggaan naar het boek van Luc. Dat is een boek waarin dat er teruggekeken wordt op 20 jaar onderzoek en zoektocht in Brazilië. Luc is ook pater en dat kun je ook lezen in het boek. Het is spiritualiteit en de zoektocht naar spiritualiteit is ook wel van belang daarbij. En er zit ook een soort van strijd tegen het individualisme in, vind ik. Hebben jullie daar reflecties over? Iedereen mag reageren. Arthur. Ja. Mag ik een klein woordje zeggen met een reactie op de woorden van Guy Goris? Mm-hmm. Guy, ik denk dat er daar een probleem is van communicatie. Bijvoorbeeld die beelden die we gezien hebben met Anneleen Vos, die zijn allemaal beelden van een kleine groep mensen verzameld, een vergadering, maar de grote geïnteresseerden, dus de mensen die echt honger lijden, die echt slachtoffer zijn van deze toestand, dat is zeer moeilijk daarmee echte communicatie te krijgen. Voor mij is dat zeker een raadsel, waarom die predikanten, die evangelische predikanten met de subjectiviteit van de mensen kunnen in contact treden. En dat zo moeilijk is, van de kant dat ik meer ken, de katholieke kerk bijvoorbeeld, zelfs met de basisgemeenschappen, is het altijd zeer artificieel. Zeer artificieel. Hoe zijn zij erin geslaagd de subjectiviteit van deze mensen, de wereldbeeld van de mensen, de manier waarop die mensen de wereld zich inbeelden,
Vandaar mede deze gedachte die jij hebt uitgesproken hier, van dat te mede te delen en daarvoor die mensen enthousiast te maken. He. Het is voor mij een raadsel. Ja. Men slaagt er niet in. Ik heb een boek gelezen van een Amerikaanse historie. U kent waarschijnlijk haar naam, Karin Armstrong. Ja, dat is een Britse. Het evangelisme in Noord-Amerika. Die mensen, die evangelische predikanten, zijn erin geslaagd met die mensen echt in contact te komen. En dat zie ik in Brazilië ook. Zij hebben het om het zeggen. Maar ik denk, Eduardo, wat... De grote kracht van Bolsonaro, die ligt juist bij die mensen. Die geloven erin wat hij daar zegt allemaal. Hoe zijn die mensen erin geslaagd? Contact te krijgen, communicatie te verwerken bij deze soort van mensen die eigenlijk de slachtoffers zijn van Hans deze geschiedenis. Ik denk, Eduardo, ik heb geen antwoord op jouw vraag. Hè. Ik ben niet op het terrein, ik heb heel veel gereisd in mijn leven, maar ik ben altijd passant geweest, dus ik durf daar niet op antwoorden. Maar een van de dingen die ik essentieel vind in het boek van Luc, of dat een lijn, een zin die ik onderlijnd heb, en het is al een stuk, een lijntje dat al heel oud is, zijn stelling, een mens leeft niet bij analyses alleen. En als ik in 1984 bijvoorbeeld met Getuigen voor Vrede in Nicaragua was, en heel veel comunidades Ecclesiales de BAC bezocht had en veel gediscussieerd heb, dan viel het mij op dat heel veel van de bevrijdingstheologie net wel bleef steken in de analyse en het antwoord eigenlijk al had op de vragen die mensen stelden om de wereld te ontdekken. Ja. Terwijl dat, en dat is mooi vind ik, ik weet niet of dat, ik voel me daar niet altijd in thuis, maar ik denk het antwoord dat Luc geeft van op bepaalde momenten moet je met mensen samen zingen. Moet je met mensen samen vieren? Moet je symbolen gebruiken? Dat is de plek waar dat je mensen vindt en waar dat je ze raakt en meeneemt op een andere manier dan de klassieke analyse die vanuit Marxistische hoek een beetje overdreven veel aangeboden is en te weinig ontwikkeld is, denk ik. Ja. We komen dus terug op godsdienstig ook, hè? Godsdienstig. De inbeelding... Maar het is zelfs niet alleen godsdienst, hè? Die viering, die symbolen zijn niet noodzakelijk... Enfin, ik ben daar niet tegen dat ze christelijk of katholiek zijn, maar ze kunnen ook ruimer. Ja, ik bedoel in een hele brede zin van de inbeeldingswereld, hè? Ja. Wat men kan zeggen, de subjectieve, wat raakt er die mensen? Ja, ik ben hier al 62 jaar, we zitten er altijd mee bezig. We stuiten altijd op dezelfde problematiek. Hetgeen we hier in Brazilië noemen de religiosidade popular. De godsdienstige, of de, wij noemen dat godsdienstigheid, dat zijn allemaal geen mooie woorden, maar kom. Ja. Daar stuit men op, de mensen denken anders. Voelen anders ook, zingen anders. En sommigen kunnen dat doorbreken door een soort charisma. Luc heeft gesproken ook in zijn boeken over Elder Camara. Dat is een bisschop, die kon dat doorbreken. Die clausuur, zou ik zeggen, nee? Maar mag ik misschien even een foto tonen van Luc uit 1983, toen Luc vanuit Averboden een boek uitbracht van Boff. En dat werd voorgesteld op het TPC in Antwerpen in aanwezigheid van Helder Camara. Dus als Arthur daar straks zegt, Luc is nu 20 jaar bezig met Brazilië, dan is dat een grove onderschatting, vrees ik. Luc is een leven lang een Braziliaan in het diepst van zijn gedachten en van zijn gevoelens. En dus ik kwam die foto tegen als ik 2 jaar geleden de fotoarchieven van Wereldwijd aan het uitkuisen was. Nog een foto gemaakt door Omer Doe, die intussen ook jammer genoeg overleden is. In die foto van het jaar 83... Ja. Van 83. Ja.
Er is daar intuïtie bij. Hè? Die mensen zijn... Ik heb met Elder Camera 16 jaar geleefd, samengewerkt. Hè? Zeer intuïtief. U hebt volledig gelijk als gezegd, en Luc zegt dat ook, dat men te veel analytisch was, te veel rationeel. Die zaak allemaal heeft geanalyseerd. En veel te weinig ingaan op de manier waarop de mensen zelf de wereld zich inbeelden. Mm-hmm. Wat daar ook een beetje een debat is die daarbij aansluit, denk ik, is de vraag van analyseren. Je kunt klagen, je kunt de negatieve verhalen aantonen. En je kunt ook positievere verhalen ook aan bod komen. Het is misschien de vraag van wat is strategisch het interessantste om te vertellen voor maatschappelijke verandering te realiseren. Van, moet je eerst de verontwaardiging voeden en van daaruit kan je dan positievere verhalen vertellen, hoop geven? Of heb je niet die sequentie nodig? Anneleen, heb je daar een mening over? Ik geloof nogal in de mengeling. En ik wist dat Anneleen positief moest zijn vanavond en ik was de negatieve. Dus Anneleen, inderdaad, zij heeft die dingen gebracht. Ja, ik denk gewoon dat het moet een combinatie van beide zijn. Je kunt positieve verhalen brengen, maar als je nooit zegt wat het probleem is, dan blijft het probleem onderhuids. Dus die analyse moet er zijn. Maar inderdaad, zoals is aangebracht, met analyse alleen komt je er niet. En ook positieve verhalen en ook om nog op in te springen op die spiritualiteit. Dat heb ik ook heel hard gemerkt als ik in Brazilië was. Dat is iets wat zij enorm goed kunnen en waar wij veel van kunnen leren. Zij beginnen een meeting... in een meeting direct heel persoonlijk te vertellen. Ik heb een werkmeeting meegedaan waar ik dan bij een NGO vrijwilligerswerk deed. En dan gaan ze daarna, dat was misschien toevallig, maar zij gingen dan in de kring en dan zingen en ons bedanken. En zij nemen de tijd voor zo van die persoonlijke en soms spirituele dingen waar je eigenlijk heel veel aan hebt. En wat ook, denk ik, de kracht en de moed soms kan geven om verder de dingen te willen veranderen. Maar... Hebben we dat ook gezien met de coronacrisis? De tableaus om 8 uur, dat is ook een ritueel om je als gemeenschap aan op te hangen. Hè? En ik denk dat voedsel in het algemeen ook een mooi thema is, of een gemakkelijke aanpoort is voor rondom herconnectie met de wereld te vinden. Arthur, mag ik daar heel kort iets op zeggen nog? Ja, zeker. Ik denk, ik zelf herken mij bijna nooit in die dichotomie tussen positief of negatief. Wat mij interesseert is, kunnen we vertellen en hoe vertellen we over strijd? Want het is in strijd dat zowel de woede en de verontwaardiging als de hoop en de toekomst samengebald zitten. Dat ze elkaar vinden en kruisen en bevruchten. En je kan dat niet uit elkaar halen. Je gaat niet strijden. Je gaat geen solidariteit opbouwen met een strijd 6000 kilometer verder als je niet kwaad en verontwaardigd bent over een onrecht, over iets wat dat er niet zou mogen gebeuren. Maar je houdt die verwoede niet vol als je niet solidair kan zijn met mensen die er iets aan doen, die vechten voor een alternatief, die dat alternatief zelf opbouwen. En je gaat uiteindelijk moeten doorgroeien naar een verandering waar dat je zelf deel van wordt. En ik kan het nu niet netjes opsommen, maar Albert Nolan, een Dominicaan uit Zuid-Afrika, heeft daar ooit een hele mooie sequentie gegeven van hoe bouw je solidariteit in de strijd op, vooral dan voor mensen zoals jij en ik en Luc en zelfs Eduardo, die aan de makkelijke kant zitten. Wij kunnen kiezen voor solidariteit en we kunnen er ons bij wijze van spreken ook altijd aan onttrekken. Hoe doe je dat dan
op een authentieke manier, dat je niet een soort vrije tijdsengagement aangaat, maar dat je echt je lot verbindt met de mensen die dat nodig hebben. Want als solidariteit geen lotsverbondenheid is, dan is het te vrijblijvend en dan zit ze niet aan de positieve kant, maar dan zit ze eigenlijk aan de consumptieve kant. Hebben nog andere mensen, heel mooi gezegd, hebben nog andere mensen daar reflecties over? Er was één vraagje in verband met de 30% die vandaag in Bolsonaro gelooft. De vraag was, hoe kunnen we vermijden dat er een nieuwe 30% erbij komt? Dat de populariteit van Bolsonaro versterkt wordt. Misschien Livia, misschien kan jij daar een reflectie op geven? Ik weet de antwoord niet, maar ik weet wel dat hij zoveel fout dingen zou te doen, dat ik kan niet geloven dat die 30% kan groeien. Dus ik denk dat hij gaat zichzelf uitstoot. Denk ik. Nog iemand anders reflecties erover? Nee, we zijn al ongeveer een uurtje en half bezig. Denk, we hebben heel interessante reflecties gehoord. We hebben een stand van zaken gehoord van Brazilië en het voedselsysteem. Met ook een warme oproep om niet enkel maar te analyseren, maar ook om solidair te zijn op spiritueel of lotsverbondenheid niveau. Dat is zeer interessant. Je kan het boek kopen van... het is een beetje een rare overgang. Maar je kan het boek kopen van In Braziliaanse Aarde. Kan je kopen via www.wervel.be/In Braziliaanse Aarde. Ik ga de link ook nog in de ding zetten. Ik wil iedereen bedanken. Alvast voor... Mag ik eventjes nog terugkeren tot die kwestie van de solidariteit? Nog heel eventjes, want we gaan wel bijna afronden. Solidariteit. Ik meen persoonlijk dat het zeer moeilijk is in een land als Brazilië echt solidair te zijn met het volk. Ik zal zeggen waarom. De geschiedenis was zo... Ik ben dus binnengekomen in het jaar, 60 jaar geleden, overal goed ontvangen, overal vriendelijke mensen ontmoet, overal zeer sympathiek. Had ik moeten binnenkomen in een slavenschip, dan was mijn leven in Brazilië volledig anders geweest. En dat is naar mijn opinie een groot probleem van communicatie. En ook om die solidariteit waarin dat wij voelen, dat we dus die onrust en die voor hetgeen gebeurt, om dat echt waar te maken voor die mensen. Want die beleven dat. Die beleven dat. Ik vind het zeer moeilijk. Het is eigenlijk een beetje de discussie van identiteit. Zo groot en zo geïnstitutionaliseerd. Neem nu een keer een fenomeen in Brazilië zoals de dienstmeiden, empregada doméstica. Iedereen heeft een dienstmeid in Brazilië. Dat is geïnstitutionaliseerd. Je hebt ook op de buildings, op die appartementsgebouwen, altijd een lift, de lift voor de dienst. Dus alleen voor de dienstmensen. Dus het is werkelijk een sociëteit die gebouwd is op een zekere apartheid, een sterke apartheid, die zich als het ware vermomt onder alle soorten beelden, maar het is werkelijk een gespleten gemeenschappij. Ik vind het moeilijk dat een boodschap overkomt van één van die groepen naar de andere. Wij trachten die bijvoorbeeld onze... Wij hebben ook een empregada. Wij trachten die mens, die vrouw, zo goed mogelijk bijvoorbeeld als we nu met de corona... Wij betalen haar en ze werkt niet voor ons. Ze werkt
bleef thuis. En wie betalen nou, dat is allemaal correct. Maar zo, ik denk dat ik met die vrouw echt kan solidariteit beleven. Ik vind het moeilijk, hoor. Ja. Het nadeel aan een webinar is dat we niet kunnen napraten in een informelere setting. Ik denk dat we... Dus bedankt, Eduardo, voor de reflecties. De belangrijke dingen om mee te nemen. Ik wil ook iedereen bedanken om te luisteren naar de interventies van iedereen. Hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Ik ga nog eventjes vertellen, Wervel gaat deze zomer ook mede strijd aangaan met de boeren hier in Vlaanderen. We gaan diverse uitstappen doen om elkaar beter te leren kennen. Naar boerderijen die het zowel pionierboerderijen zijn die op zeer antwoorden zoeken op de problemen van droogte, maar evenzeer ook boeren die moeilijker hebben om een andere manier van werken toe te passen, omdat ze vastzitten in een systeem waar dan ze op dit moment geen uitweg in zien. Die activiteiten kun je terugvinden in de agenda van Wervel op Facebook en op de website van Wervel. Dus alvast bedankt iedereen. Ik vond het een zeer interessante uiteenzetting. En inderdaad, jammer dat we geen baar hebben waar we nog achteraf kunnen reflecteren. En minder... Ik heb nu wel graag een pintje gedronken nog met je. Volgende keer. De volgende keer gaan we dat doen. Dat is een plezier. Ja. In Brazilië zijn daar gemeenschapsbieren, hè? Individueel ging. Grote flessen. Maar morgen in Belgaleiro, Olivia. Tot morgen. Morgen, we doen dat. Ja. Salut, Eduardo. Bedankt, bedankt. En de avond, iedereen. Hartelijk bedankt, iedereen. Ja. Dat is zeer aangenaam. Buiten gewoon met u in contact te treden.